Stefania, Joost Klein voor Nederland na het Songfestival. Wat vind je ervan? Ja, ik vind het geweldig. Joost is gewoon leuk. Hij is ook bekend in allemaal andere landen. Dus dat is ook een voordeel. Maar ik denk dat we gewoon echt iets goeds aan hem hebben. Want hij gaat iets anders doen dan wij normaal gewend zijn. En ik denk dat hij echt gewoon een showtje ervan maakt. Dus ja, en ik gun het hem ook van harte. Het lied is natuurlijk nog niet bekend. Wat voor lied hebben we nodig? Ja, ik hoop dat hij gewoon komt met een of andere gekke banger, weet je wel. Wat hij natuurlijk ook maakt. Dat soort liedjes. Ja, ik hoop dat hij daarmee komt. We hebben het gezien bij Cha Cha Cha. Totaal iets wat wij niet gewend zijn. En het staat gewoon, volgens mij heeft het tweede gestaan. Zoiets wil je eigenlijk hebben. Maar ik denk dat Joost dat wel kan. Ik heb er alle vertrouwen in. Wanneer ga jij voor Nederland? Ja, ik hoop het een keer. Ja, ik wil het wel heel graag. Heb je eigenlijk een poging gedaan? Ik heb dit jaar een poging gedaan, ja. Ja. Maar ik was er zelf niet echt tevreden mee, 100%. Dus ik ben ook blij dat Joost is geworden. Zodat ik echt goed kan focussen op het nummer. Want ik was natuurlijk echt zo druk met van alles en nog wat. Ik ben mijn eigen nummers nog aan het voorbereiden. Dus eigenlijk was het ook helemaal niet handig dat ik een poging heb gedaan. Dus ik ben heel blij dat Avrotros Joost heeft gekozen. Daar kan ik echt, ja, 2 jaar lang of 1 jaar lang echt gewoon keihard werken aan mijn liedje. Maar jij zit toch al bij de Avrotros, dus het is toch heel makkelijk voor jou om mee te doen? Ja, toch? Ja, maar nou ja, je stelt goede vragen, jijtje. Een baan. Nee, het is, ik zit bij de Avrotros, dus je zou denken het is makkelijk. Maar Avro gaat echt voor echt kwaliteit, weet je wel. En als zij denken, van als ze geloven in een nummer, dan geloven ze in een nummer. Maakt niet uit wie het is. En ik vind dat ook gewoon iets heel goeds van ze. Doen ze heel goed. Dus ik denk dat zij ook met Joost een perfect liedje hebben gekozen. Ja, ik wil mega graag. Ja, ik wil mega graag. Weet je, wat is het? Nederland? Ik ben begonnen in Nederland. Met de Junior Songfestival stond ik voor Nederland. En ja, het zal gewoon vet zijn als ik ook voor een grote Eurovisie, dat ik ook gewoon voor Nederland mag staan. Dus ik wil heel graag. Heb je al wat op de plank? Ik heb wel een paar nummers op de plank, ja. Dat wel. Maar? Ja, die hou ik nog even voor mezelf. Maar wie weet.